Dat was hier, hè? De cartoonclip van deze week. Leuke was, hè? Hey. En het is vandaag een feestelijke dag, dat wisten jullie misschien nog niet. Maar vandaag verschijnt het 2000ste nummer van de Donald Duck in Nederland. Ja. Kijk eens wat we gekregen hebben met de post. Een brief van Donald Duck. Voor ons. Ga ik even voorlezen. Is dat een brief van Donald Duck? Ja, ja. Leuk, hè? Hij schrijft: beste Jochem en Melien, ja? Omdat deze week het 2000ste nummer van mijn vrolijke weekblad verschijnt, geef ik een groot feest. Hé, wat leuk. Een galenfestijn met heel veel taarten, limonade en een heleboel leuke verrassingen. Hey, lekker. Ik hoop dat jullie ook van de partij zullen zijn en verwacht jullie op 1 februari s'avonds om 8 uur. 1 februari? Dat is vandaag. Oh, 8 uur, dan hebben we niks te vertellen. Nee, een echt galabal, hè? Dat is toch zo'n chic bal met lekkere hapjes en drankjes. En, ja. Oh, wacht even, er zit ook altijd een orkest. Ja, natuurlijk. Dan moet je ook stijldansen. Ja, dat wordt stijldansen. Ja. Met foxtrotten en cha-cha-cha. Ja. En dat wordt oefenen, maar hoe ging dat ook alweer? Wacht ik even. Weet het. Tarara, we gaan even tango roepen. Nee. Jawel, jawel. Nee, doe dat dan niet. Tarara, 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 tarara. En dan draai ik om en dan vang je mij op. Oh ja. En dan weet je wat? Zo, weet dan wat? Stop even. Ik heb een idee. Het is koopavond. Ja? En als ik nou eens zo'n instructieboekje koop. Met zo'n cassette erbij. Ja, met al die voetstapjes. En dan kunnen we echt gaan oefenen. Want dit is een beetje. Ja, is goed. Ja? Ja. Ga ik even halen? Ja, is goed. Zie ik je straks. Oké, tot zo. Ja, sorry, we moeten nog even oefenen, maar het wordt vast heel erg leuk. En nou nog iets leuks. Want Jochem en ik hebben van de week een kijkje genomen op de redactie van de Donald Duck. Kijk maar even mee. Het zesde nummer van de Donald Duck van dit jaar is een heel speciaal nummer. Het is namelijk de 2000ste Donald Duck die uitkomt. Dus een echt feestnummer. En daarom zijn Meline en ik naar de redactie gegaan van Donald Duck. En staan we hier naast, wat zou je zeggen, de baas van Donald Duck eigenlijk. Tom Roep. Hallo Jochem. Allereerst wil ik weten wanneer eigenlijk de eerste Donald Duck uitkwam. Dat is 2000 weken geleden. 2000 weken geleden. Maar precies. Dan zijn we in oktober 1952 aanbeland. Zo. Dus dat betekent 40 jaar. Ja, 38 half jaar. Volgend jaar dan wordt Donald 40. Dus, 2000. En Donald Duck wordt dus hier vertaald, begrijp ik. Nee hoor, niet meer. Nee, de eerste 15 jaren wel. Toen stuurden ze de stripverhalen uit Amerika op en dat werd dan vertaald. Maar al heel gauw is Nederland zelf verhalen gaan schrijven en tekenen en ook volplaten maken. Wat leuk. Dus dat gebeurt hier allemaal. Het wordt ook hier getekend? Jazeker, ja. Niet de hele Donald Duck, maar ongeveer 60% toch wel. Oh, maar dat willen wij wel even zien. Kan dat? Kijken. Ja? Ja? Tuurlijk, leuk. Oh, kom mee. Ga nu even kijken hoe Donald Duck getekend wordt. En Michel, waar ben je nu precies mee bezig? Ja, ik ben een voorkant van Donald Duck aan het tekenen. Een voorkant? Hoe lang doe je daar nu over? Anderhalve dag. Ik zet hem eerst in potlood, blauw. En dan ben ik meestal een dag mee bezig. En dan zet ik hem over op dik papier met een zwart potlood. En daarna ga ik hem inkten met penseel. En daarna ga je hem dan inkleuren? Nee, dat doe ik niet zelf. Nee? Oh, dat doe jij niet? Dat is Lucas en die zit daar. Nou, de tekening is dus gemaakt en moet alleen nog even ingekleurd worden. En waar doe je dat mee? Ik doe het met plakkaatverf. Ja. Dat is zoals hier. Gewoon de plakkaatverf? Ja, gewoon de plakkaatverf. En hoe lang doe je daarover, over het inkleuren? Dag of drie. Drie dagen? Ja. Met de hele familie of alleen? nee, alleen natuurlijk. Zonder te alleen. Eten zeker? Wel, ja. Oh. En ik zou ook wel eens willen weten hoe dat nou precies gedrukt wordt. Wordt dat hier gedaan ook? Nee, dat wordt in een drukkerij gedrukt. Oh, het is misschien ook leuk om daar een kijkje te nemen. Ja, want nou hebben we dus de tekening is getekend, is door jou ingekleurd. Precies. En dan moet die gedrukt worden. Ja. Gaan jullie naar de drukkerij? Doen we dat. Ja. Oké. Dan kun jij doorwerken. Lucas. Niks te danken, tot ziens. Oké, tot ziens. Oké, daar. En wij gaan naar de drukkerij. Rondleiding! Gedrukt werd op die hele grote persen en daarvoor gebruiken ze eigenlijk maar vier kleuren. Dat is ik helemaal niet, namelijk geel, blauw, rood en zwart. En Donald Duck vertelt nu aan Meline wat er hier gebeurt. Ja, hij heeft me net even uitgelegd en hij vertelde dat hier zijn de bladzijden op elkaar gelegd en er komen er eerst twee nietjes in en dan wordt het aan drie kanten afgesneden. Oh, ja. En dan
ontzettend interessant. Hé, hey Jochem, ja. Wat jij dat nou weer? Nou, is dan even naar het machine te kijken. Mooi machine hoor, ja, prachtig. Ja. Ja. Nou, ik heb er ontzettend veel van geleerd en ik hoop jullie ook. Ga je mee? Ja. Ja, jongens, start de muziek maar. Ja, welke voet moest ik ook weer beginnen? Links? Links, ja, geloof ik. Oké, ja. Wie leidt er nou? Ja, jij moet leiden, de man leidt. Komt ie. Oké. Ja. Ja? Nee. Wacht, Jochen, dit loopt net de verkeerde voet. Dan komt hij achterwaarts. Moest met links. Schuin. Nee. Van. Goh, jij zit dit op de verkeerde. Nee, nee. Oh, stop de muziek maar. Het wordt niks. Ik kan hem al, hoor. Nee, wordt ik kan niks hem al. Zo, Jochen. Wacht, kun je die voeten niet gewoon op de vloer tekenen of zo? Dat staat in het boek ook zo. Ja. Ja, dat is een goed idee. Weet je, heb ik nog een beter idee? Dat ik ze uitknip. Oh, dat we ze op de vloer leggen. Ja, prima, uitstekend. En dat we dan zo... Ja, maar dan gaat het oefenen vast beter, hoor. Ja. Volgens mij. Doe dat maar. Zal ik ze even knippen? Ja, oké. Okay. En jullie kunnen alvast op het puntje van jullie stoel gaan zitten. Want het is weer tijd voor de DuckTales. Het leven is een wervelstorm hier in Duckstad. Auto's, lasers, vliegmachines... Bliksemst is wat. Dappere helden trekken te verder in. DuckTales. Iedere keer beleef je meer in DuckTales. Alles wat je droomt gebeurt in DuckTales. Soms word je in het nauw gedreven, moet je rennen voor je leven. Hou je dan maar stevig vast aan DuckTales. Je hoort en ziet van alles in die DuckTales. Start je in het avontuur met DuckTales. Ja, elke week geniet je weer van DuckTales.